Ik heb er nog even over nagedacht, maar ik denk dat ik zin heb om jullie nog een keer te gaan afzeiken. En ik hoop dat ik kwaadaardig en angstaanjagend overkom. Want anders doe ik het helemaal voor niks. Ja. Want jullie zijn toch... Oh shit, ik heb... Oh, ik ben ook zo'n lul ook. Ik ben mijn goede pen nu en mijn goede pen is leeg. Maar ik probeer het gewoon. We beginnen gewoon lekker altijd... Hè, we schrijven van links naar rechts. Hè. Dus dit noemen we links. Hè. Dat noemen we rechts. Kijk, deze is ook alweer leeg. Ja. En dat is ook helemaal niet scherp. Ook een uitzending van niks zitten. Maar dat doe je dus zo. Hè? Dat is van links naar rechts. Maar deze pen doen we dan maar weg. Pakken gewoon de volgende. Hè? Links. Naar rechts. Ja. Rechts. Zo. Dus als je van links naar rechts schrijft, kijk, hè, dan heb je dus hier, heb je, dit heet een J. Hè? Dus dat spreek je zo uit. J. Hè? J. En dan krijg je dus een U. Hè? En dan zo. En nu ga ik in één keer heel hard natuurlijk, want die kunnen jullie ook gewoon. Ja, maar dat kan ik niet bijbenen. Dat is Nederlands of zo. Ja. En dan komt die erachteraan, dat is een K. Hè? En dan heb je weer een l. En die l, dat is hetzelfde. Maar ik zal even jullie helpen, want jullie snappen natuurlijk helemaal niks van. Maar die l, ja, dat is dezelfde als die. Ja. En ja, die pennen zitten een beetje tegen te werken. Maar goed, the devil is all around. Hè. En die, weet je wel. Dus dan heb je dus je l, ja. Kl, ja. Ja, de, ja, weet ik veel. Misschien zie je nog een stelletje immigranten of zo. Een beetje Syrisch kan je allemaal perfect dichten. Maar Nederlands heb ik geen verstand van. Dus jullie. En dan krijg je klo. En dan, dit is weer een je. Kijk. En nu val je ook weer gelijk helemaal stijl achterover van hoe kan het nou? Ja? Maar dit, ik zal weer mijn andere pen erbij pakken. Jullie zijn ook zo ontzettend langzaam van begrip. Maar dit noemen we dus een hoofdletter. Hoofd, ja, ik ben het ook nog een keer. Hoofdletter. Ik ben dyslexisch, hè. Dus, kijk, dit is een hoofdletter. Een hoofdletter J, hè. En dit, dat is een kleine letter J. En daarom ziet dat er dus anders uit. Maar het is dezelfde joe, ja. Dus dat je dat goed begrijpt, joh. Kijk, de opening van een show, die moet altijd geinig zijn. Nou, dan heb je dus dit. Die moet er dus achter, hè. Jullie klojo, maar dat kan niet, hè. Als je op deze manier een potje schaak gaat spelen, heb je gelijk al verloren, hè. Dus jullie klojo, dat kan niet, want dit is namelijk... Ik zal hier mijn andere pen er even bij pakken. Maar kijk, jullie... Kijk, dit is, hè, het hele woord, dat is meervoud. En dus het moet het dus wel. Dus als je zegt jullie klojo, dan moet je dus zeggen. En dat is wel raar op zijn moment. Doe je hier zo'n dingetje. Hè, en doe je zo klojo's. Hè. Maar er zijn ook mensen die zeggen. Die zijn moderner dan ik, weet je wel. Die proberen een beetje scherp te blijven. Waar zit mijn scherptepunt eigenlijk? Wow, hier wordt het steeds maar. Oh, wacht eens eventjes. Oh, wacht. Nee, ik kan hem een beetje bijstellen. Was dat nou? Maar nee, ik ben zelf de grootste klojo. Erg is dit. En dat met jullie erbij. Kijk. Ja. Zoals je bent. Ja. Kijk, wat je ook kan zeggen. Gewoon een Nederlands echt. Je mag ook gewoon zeggen. Klo. En dan doe je gewoon dubbel O-S. Ja. Dat mag ook. Dat mag ook. Maar als je gewoon een apostrofje doet, hè, dat is meer ikko. Hè?
Want het kost minder inkt. He, anders moet je een hele O schrijven. He? Maar nu gewoon een enkel dingetje. He? Dan kan ik jullie uitschelden met zo min mogelijk inkt. En daar zal toch iemand blij over zijn. He? Want we moeten allemaal eco zijn. Behalve van mij natuurlijk. Ja, jullie zijn klojo's. En jullie zijn allemaal graag eco. En die willen allemaal veganistische, vegetarische ellende, weet ik veel. Ja, dan krijg je het ook gewoon via kanus. Ja, dan moet je vooral tegen mij aanlopen. Hè? God, zal me kraken. Kijk, we hebben het dus al gehad over Europa. Hè? Oh jee, ze hebben het doorgelekt. Wat gaan we hier nou mee doen? Ik vind het echt te lelijk. Wat vind je? Dit kan toch niet? Dit kan niet. Ik ben sorry hoor, maar die doen we ook weg. Kom op. En hier zit dus een stipje. Hè? En daar ook. Maar dat is dus van de vorige pagina. Dus even kijken of ik hem weg kan werken. Nee, dat lukt ook niet. En dat lukt ook niet. Nou, mooi zo. Weet je wel. En waar gaan we het over hebben? Ik denk dat we het altijd moeten hebben over Sodom en Gomorra. En ik ben dyslectisch, hè, dus ga me niet afrekenen op hoe ik het opschrijf. En daar woonde een man en die heette Lot. Op zijn Nederlands. Ik weet echt niet hoe die in de King James heet of zo. Misschien ook wel Lot, weet je wel. Maar in ieder geval, je had dus hier had je Sodom. En Lot, die zat daar dus. Met zijn vrouw. Dus de vrouw van Lot. En hij had ook nog mooie dochters. Dus Lot had de ballen hier, hè? En zijn vrouw daar, zijn dochters daar en daar. Ja? En die waren omringd met sodomieten. Want ze zaten namelijk in Sodom. Hè? Nou, toen had God er op een bepaald moment schoon genoeg van. Hè? Want zo is hij. Hè? Die was zo. En er kwamen er dus twee engeltjes. Ik zal ze zo tekenen. Oh shit, mijn telefoon gaat. Moet ik nou weer aan mijn fiets hangen. Goedenavond, Perry Winkel. René. Oh, wacht, ik was net een screencast aan het maken. Ik moet even op pauze-button drukken. Wacht even, hoor. Oh, een seconde. Dan gaan we spelen. Ja. Met de band. En waar waren wij gebleven? Kijk, die oude blaadjes, die kan je gewoon weggooien. Hè? Dus, ja. Of oproken. Ik vind het niet echt scherp. Jullie wel dan. Even kijken hoor. Dit is onscherper. Dit is scherper. Dit is nog scherper. Ja. Nou, je moet het er maar mee doen. Maar hier waren we gebleven. Want wat zijn sodomieten? Kijk, een sodomiet, dat ziet er zeg maar zo uit. Dat is zo'n mannetje, zo'n wop. Van die soldiers boots. Nog zo'n soldier boots. Dan heeft hij zijn billetje open. En misschien leunt hij voorover op een kastje. Weet je wel? Zo. Een kastje met laadjes. Zo. Een knopje hier. Een laadje daar. Weet je wel? En een billetje open. En dan heb je een andere erachter. En die heeft misschien ook soldier boots. Weet je wel? Die ook dan soldier boots. Ja?
Je volgt me nog, hè? En dan moeten ze piemel. En dit snappen jullie natuurlijk weer niet, maar het kan dus wel. Hè? Ik heb het namelijk gezien op internetporno. Dan moet je gaan naar www.http.in. En dan komt is één woord, hè? Internetporno. En dan. Ja, dan moet je geen vraagteken doen. Want dan kom je dus nergens. Maar dan moet je dus een land kiezen. Dan moet je zeggen. NL. Of EU. Dat is natuurlijk geen land. Maar. Nou, misschien dat tegenwoordig. Ja, je weet het niet. Hè? Maar de bedoeling is in ieder geval van die sodomieten, die hebben dus verzonnen dat je gewoon seks kan hebben zonder gezeik met wijven. Hè? Ik zal het even opschrijven jullie. Seks, dat is gewoon met een K op zijn Nederlandse. Hè? Seks zonder gezeik met wijven. Hey. Oh shit, ik zit fout. Wijven. Ah, wijven. Dit bedoel ik gewoon. Ik bedoel gewoon wijven. Ja. Maar als je dus seks wil hebben zonder wijven, dan wat je kan doen, je hebt hier dus een holletje. Hè? Dus dat woord zal ik even opschrijven. Hol. Hey. En de hol van de mens, die zit ook bij de wijf hoor, maar hè? Die zit dus bij allebei, ja? Dat begrijp je wel, hè? Ik ben toch niet hier nou logica aan het uitleggen of zo? Hè? Ik heb het over de Bijbel, hè? We hebben het over Sodom en Gomorra, hè? En jullie begrijpen dat natuurlijk niet, dus ik zal het eventjes nog even vertellen wat we het over hebben. We hebben het hier over. Ja? En hierover, hè? Pas op, hè. Ik heb nog meer kleuren inkt, hè. En ik ben dyslectisch. Ook nog een keer. Erger jullie, hè. Maar goed. Ik ga gewoon even door, hè. Maar de sodomiet, ieder mens. Even een uitstapje maken. Maar ieder mens heeft dus een piemeltje. Oh shit. En dan raak ik ook weer de microfoon aan. Heb ik dat ook nog een keer? Kijk, ieder mens. Hè, die zit ongeveer zo in elkaar. Er is niet zoveel ontkomen aan. Hè? Hoppa. En je hebt dus die ballen. Maar die teken ik er nou even niet bij. Dat verwart alleen maar. Hè? Maar los daarvan. Oh shit. Maar los daarvan heb je dus hier. Heb je een piemeltje, ja? Dus dan schrijf je zo op zijn Nederlands, hè? Piemel, hè? En dan tje, hè? Ik vind het zo mooi, zo. Dan hoef je er geen puntje boven te zetten, dan is het een hoofdletter, ja, weet je wel? Piemeltje, hè? Dat is, hè? Nou. En als je nou zo bent, hè, dat je van die soldatenboetsen hebt, dan heb je van die piemeltjes. Ja, ik zal hem even terugpakken. Want jullie vinden het natuurlijk toch eng, hè? Want Sodom en Gomorra, ik ga huilen naar huis, wat erg. Maar kijk, die piemeltje, weet je wel? Die piemeltje, hè? Dat was correct Nederlands, hè? Ik teken even de mens van opzij. En dan zit hij zo. Op, oh. En dan, hoe groot is dat piemeltje? Dus, nou, dus de lengte, hè? De lengte en de dikte, hè? Dat is 2D, hè? Ja, maar ja, dat is 3D, hè? Maar hoe lang is dat, hè? Ja? Nou, bij sommigen, hè, is dat verhipte lang. En dan kan dan dus met dat kutpiemeltje. Ik kan hem gewoon in het holletje. Ja?
Ik ga... Hoe kan je dat nou laten zien? Dus hier zit dus een holletje. Ja. En dit is dan het billetje. Ja. Op zo. Ja. En heb je hier zo'n... Zo is dat, denk ik. Ja. En dan kan het dus daar echt in. Ik ga... Oh, dit is echt heel moeilijk tekenen voor jullie. Want jullie snappen niks van de Bijbel, hè? Maar dan kan je dus zo... Moet je denk ik... Zo, ja. Dan ga je er gewoon... Dan ben je gewoon aan het... homo... Suïtische... Homo... Suïtische... Seksueel... Soms... Aan... foutje. Soms anaal. En toch gezellig. Hè? Man, wat een slechte screencast is dit. Maar ik heb ook het foute onderwerp gekozen natuurlijk. En ik vind hem echt ontzettend vaag. Ik hoop maar dat mijn Mac het beter registreert dan dat ik het zie, man. Jezus, wat een slechte uitzending. Maar we keren terug naar het punt. Want we hadden het dus over deze meneer. Nee, ik neem een ander kleurtje. Wacht eventjes. Kijk, jullie zijn toch katholiek. Of op een andere manier kut. Dus je wacht maar even. Kijk, deze meneer. Huh? Ja. Dat betekent op zijn Engels ook dit. Nee, zo. En hoe het dus zat, geografisch gesproken. Hè? Want jullie lezen geen Bijbel, dus dan moet ik maar... Oh, shit, ik zat tegen de microfoon aan. Sorry mensen. Deze blaadjes, die kennen weg. Allemaal vergeefse moeite. Hang ik nog een beetje in beeld. Hè? Maar het zat dus zo. Je had dus... dit noem ik eventjes... SNG. Hè? Dat is Sodom. En Gomor. Ja, ik vind het leukst met dubbel R. Gomorra. Het is super stom, dus, zie je? En hier had je dus Lot. Hè? En dan had je dus de vrouw. Woop, hè? Die was een beetje kleiner natuurlijk. Hè? En de kindjes van Lot. Hè? Een ander kindje van Lot. Hè? Help, help, help. En die gingen... weg. Hè? Dat is een goed idee. Het probleem natuurlijk voor ons nu, waar moeten wij naartoe? Ja. Dus je kan wel vanuit Nederland naar Denemarken, is dat DK of zo? Hè? Je kan daar nog van toe gaan. Of naar DE. Ja. Of naar, zeg maar, BE. Ja. Waar wil je naartoe? Maar je moet wel weg. Nee. Want deze wereld, hè, die Sodom en Gomorra, hè, dat noemen die Mohammedanen zo fijntjes kafir.
K4-land. Daar moet je van weg. Je hebt geen keus. En het leuke van het Oude Testament is dat daarin het verhaal beschreven wordt dat hier was het Lot en die zei joh, daar naartoe. En zijn kinderen zo, die gingen ook allemaal daar naartoe. Die anderen ook daar naartoe. Allemaal kijken daar naartoe. Maar zijn vrouw, deze, die stond door. En die keek terug. En dat mag je niet doen. Dat mag je wel doen. Maar je mag alles doen. Maar weet, wanneer je terugkijkt, wat je lot is. Hè? En dat haar lot, dat was, ik maak er gewoon het mooiste van, we maken het uit. Ik maak gewoon mooie tekenen van. Zout, pi, laar. Een zoutpilaar, de zout als de mens, dit is een mens, hè? En dit is de oog. Hè? Zie je dat? Zo. Dan heb je zo. Oogjes, hè? Als we dan hier zo. Ja, gewoon zo. Drup, 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 drup. Das, zout. Ja. Dat is ook zo wie die mens, als hem, daar heeft hem gewoon in een oksel, hè? Doorroken. Heb je ook drup, 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 zout. Het is belangrijk voor ons om te beseffen dat wij kunnen niet geografisch gesproken vluchten. Je bent gek als je denkt dat dat kan. Zelfs in Nieuw-Zeeland brullen ze moord en brand. Ja, we kunnen niet weg. Maar we moeten wel weg. En wij kunnen dat. Dat garandeer ik jullie. Dat wij dat kunnen. Dit is over Sodom en Gomorra. Ga je nog meer vervelende bijbellessen geven? Tot mijn bier op is. Maar pas op, hè. Ik heb nog een halve liter in de koelkast staan. Dan krijg je nog meer van je kloten. Even mijn pen uitproberen. Nou, ik kan wel een beetje. Kijk, ik heb het gehad met jullie over het periodiek systeem der elementen. Dat is waar, hè? Dat is gewoon een fucking waarheid. Ik heb het met jullie gehad over dit. Ik heb jullie verteld, het ziet er ongeveer zo uit. Hè? Het is een. Ongeveer dit, zei je. Het maakt niet zoveel uit. Zeg je? Hier zit 1, hè? Daar zit 2, dan krijg je 3.
Je 4, 5, en, oh nee, er zit een andere kant daar. Maar je hebt in ieder geval 6. Hè? Dat zijn wij. Hè, joh? Je hebt ook het boek Genesis. Hè? Hoofdstuk 6. En dat is het verhaal van een Noah. Huh? Het is echt alle reden voor jullie om totaal tot rust te komen en helemaal achterover te leunen en te denken: how the F could it be that Perry Winkle read the lesson to me? Hoe kon dat? Huh? Hoe weinig heb je opgelet? En wat een goed nieuws is dat niet? Echt, het gaat allemaal hartstikke mooi. Periodiek. Dat slaat helemaal nergens op. Periodiek of zo. Of periodiek. Ja, goed. Periodiek. Het herhalend. Puntje, puntje, puntje. En hoe die jokers dat zo snel al zoveel wisten. Ik sla, ja. Dus deze. Dit wisten ze al. Wij weten, het is 1611. Hè? Dat is de King James. Ik keek even naar de camera, dus daar zit ik even van. King James. Hè? Toen wisten ze daarvan al. Hè? Maar de King James, dat gaat terug naar... Ja, dat is voor 324. Huh? En toen wisten ze hier al van. En nu ga ik even correct Engels schrijven, hè? Maar you explain me. Ik weet niet of ik echt goed duidelijk overkom, maar ik vind het echt heel erg merkwaardig dat ik dus in het Nieuwe Testament gelezen heb over het getal 666. Ja. En aan de andere kant, via het periodiek systeem der elementen, precies hetzelfde verhaal te horen heb gekregen. Het is gewoon maar een vraag van mij, hoor. Je mag me morgen een e-mail sturen, lul. Dat laatste bedoelde ik niet zo, hoor. Want ik heb niet graag e-mails. Ik krijg al zoveel e-mails. Maar goed, de lering en de vermaak. Hè? We keren altijd terug op het thema. Er is iets en het heet empathie. En even kijken, ik heb nu gewoon een roze pennetje. Kom, ik schrijf het nog even op voor jullie.
van deze aanmerkpen. Ik ga dus hier op hier. Deze. Het meest dodelijke. Kijk, Jezus zei dat de basis. En de basis is. Oh, deze pen is ook weer leeg. Satan komt achter me aan. Kut. Ik moet naar de winkel. Ik moet nu een pen hebben. Oh, wat erg. Wat een klote uitzending. Deze gooi ik ook weer. Okay. Weer een pen leeggeschreven. Dankzij jullie. Ja, als jullie nou een beetje slimmer waren, dan hoefde ik helemaal niks te doen. Stuur. Ik ga iets scherper door. Nee, dit is al voorbij. Hoppa. Het komt goed, het komt goed. Niet afhaken. Ja, kijk, nou is hij scherp. Ja. En nou nog een beetje draaien. Even kijken hoor. Ik heb hier echt een soort kabouter puntmuts voor me hangen. Ik heb een sok over mijn SM58. Met er bovenop een cameraatje van €20. Het is echt schandalig weinig geld. De Illuminati, als die hier achter komen, hè, dat ik voor zo weinig geld dit gedaan heb. Oh man, echt, dan worden ze angstig. En dat willen we niet, hè, toch? We willen dat die Illuminati lekker rustig blijft. Kijk, maar zoals ik nu een beetje buiten belt, wat heb ik nou weer fout gedaan? Zo. Ja, zo. Nee, zo. Ja, kijk. Kijk, mensen. Ik zei het toch? Ja. Je kan het wel, als je maar wil. Oh shit, dat is een beetje te laag. Hoppa, een beetje trommel. Oei. Man, ik een Jonas in de walvis. Ja. Hoppa, een beetje omhoog. Zo. Ja. En een beetje zo. Nee, een beetje zo. Ja, en een beetje zo. Ja. Dit bedoel ik. En dat krijg ik allemaal niet betaald, hè? Ik loop het maar een beetje in mijn eentje te doen. Jullie zouden in je broek moeten pissen van het lachen. Dat ik zo'n idioot ben. Dat ik jullie nog wil helpen. Maar goed, nu we toch het beeld goed hebben, dan gaan we gewoon lekker door. Hè? Ik heb mijn nagels geknipt en ook nog redelijk schoon. En, dit dingetje kan ook weer weg, zo. Hop, weg mee, man. Kom, ja. Watch out, hè? Maar hoeveel pennen heb ik nog? Ja. Ziet er echt schrikbarend uit, hoor. Oh, wacht even. Hier nog eentje. Ik heb hem nog wel. Nee. Jullie hoeven hier geen zorgen te maken. Jullie krijgen nog echt even voor je kloten. Kijk, dat dingetje hier onderin. Ja, zal ik hem even aanwijzen. Ja, die. Ja. Dat is geen octagon, hè. Dat is gewoon de microfoonsnoer. Ja. Moet ik eventjes zo doen. Boef.
Ja. Nou, goed, hebben we dat weer. Ja. Maakt niet uit. We gaan het terug hebben. Ja? Over jullie. Hè? Jullie. Klojo's. Dat is de ene kant van de zaken. En de andere kant van de zaak, dat is ik. En hier tussen zit een spanningsveld. Ja. En dat komt omdat ik zo dom ben. Ja, dus dit was, dat komt omdat, ik zo dom ben. Ach, dan zit ik weer tegen de microfoon. Sorry hoor. En wat, kijk, ik. Hè? Hè? Dat is toevallig de afkorting van deze meneer zijn naam. Maar dat is gewoon toevallig. Daar hoef je niks van aan te doen. Niet namelijk, oh, het is Alex Jones Experience Channel. Oh, aliens are coming. Nee, lul. Rustig achterover zitten. Hè? Maar Immanuel Kant, die heeft hier wel iets heel goed over gezegd. Hè? En ik zal het je proberen uit te leggen. Dat hij heeft een, hij zag de mens zeg maar zo, hè? En de mens, ik ga het allemaal niet invullen, maar je hebt een mens en dan hast je een Gegenstand. Ja. Dat is geen tegenstand. Hè? Dat moet je gewoon gelijk vergeten, dat is gewoon helemaal fout. Ja? Maar Gegenstand, dat noemen wij object. En dit ding, hè, dit ja, hoe moet je het, akkoordladen, hè? Dat noemen wij subject. Zijn jullie er nog? Als je dit goed begrijpt, en je hebt een beetje ja, zin om ook nog wat te gaan doen en zo, dan, ja, ik denk wel dat ik dan wat aan je heb, hè. Dus de Gegenstand, hè, dat is het object. En dit is het subject en je ziet het object, hè. Nou, wat Kant netjes heeft verteld. Maar stel, je neemt een object. Wat zullen we doen als object? Kom, we maken iets moois van. We zien als object, dit is een watertje. Ja? Er zit een eendje. Ja? Oh. Van die pootjes eronder zo. Kwak, kwak, zegt hij me. Kwak. Kwak. Het watertje gaat ze door en dan krijg je de oever. Helemaal sprieten zo. Oh, joh, joh, joh. En daaronder, ja, daar zit een pike. Die ziet er zo uit.
Of die komt hij daar vandaan? Nou, die pike past er niet in. Maar het is een hele grote pike. En die ziet er zo uit. Pike. En een pike heeft hij zo. En het eendje, dat zegt dus kwak kwak. Ja? En die pike, die zegt, die denkt. Ja? Dus dit moet je. Heel belangrijk bij de cartoon, hè? Dan doe je dus dingetjes. Dus die denkt. Mian. Mian. Hè? Kijk, jullie begrijpen me. Ja, als je dit niet gelooft, moet je even pike. Je pike schrijf je zo. Pike. Ja. En dan moet je dus niet Albert. Van de niet. Ja, dat is niet. Dus om jullie te helpen doe ik eventjes zo'n even niet Albert. Hè? Dus dan moet je op YouTube opzoeken hoe je dus Pike, weet je wel? Maar niet Albert Pike, weet je wel? Het gaat om het Nederlandse woord snoek. Hè? Jullie zijn nog bij mij, hè? Je volgt me nog, hè? Kijk, en heb je dus dit beeld, hè? Dat is de Gegenstand. Hè? You get me? Ja? Dat is het object. Hè? Jij ziet een kwak kwak en je ziet een pike en die denkt miam miam. Hè? Ja. Maar goed, dat komt allemaal in jouw hoofd. Hè? Dus hier zit het eendje zo. En dan zie je die snoek zo. En dit. Dat noemen we de verschijning. Zo verschijnt het aan jou. En dit, hè, dat is hoe het is. Dus het is gewoon een gratis filosofieles voor jullie. Ik heb destijds voor mijn filosofieles gewoon big time betaald. Ja. En jullie krijgen dit gewoon gratis. En om jullie nou gewoon even te pesten, want ik moet even bier halen. Dan gaan we gewoon even naar een pike dingetje kijken. Pike, catching, Duck, Donald Duck, Donald. Dat is heel leuk. Dat is een prachtige. Lekker weer is het nou. Kijk, daar zit hij. Zie je hem? See the size of that? Ja. Kijk, daar komt die pike. Komt hij. Zie hem komen. Ja, komt hij. Oh no, honey. Ja, echt erg. She tried to protect it. Ja, dat is mooi, zeg.
Ik ga even mooi afsluiten. Even denken hoe ik ga doen. Want je hebt ook nog de Pike Attack, Baby Duck. Ik denk dat ik deze eventjes doe. Maar dan zonder geluid. En dan ook zo opzij, dat ik nog een beetje beeld heb. Oh, dan die reclame weg. En een checkje voor mij erbij. Ja. Kijk, daar komt de Pike. De Big Pike. Wat gebeurt hier allemaal? Oh man. Wat een spannende film is dit. Is hier allemaal aan de hand? Is dat levend voer of zo? Ja, het is levend voer. Gewoon zo'n... Zo'n vis die vraagt, eet mij op, eet mij op, eet mij op. Oh, eet mij op. Ik ben dood. En die snoek die verdomt het gewoon. Hè? Die denkt, ik lust hem niet. Nee, ik vind het niks. Nee, is van... Laat maar hangen, denkt die snoek. Ik heb gisteren al gegeten. Gaan we vandaag weer verder. Absoluut. Hij pakt hem niet. Nou, die vonden we wel een mooi einde. Van eigenlijk van... Ik denk van, ja, oké. Okay. Nu mag ik eventjes een beetje champignonsoep gaan halen. En een biertje natuurlijk. Hè? Tjus.